Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Flink wat bewolking boven Nederland, maar vanuit het zuiden straks misschien ook wel een paar opklaringen. Uit die bewolking valt overigens wel regen en in het oosten van het land kan er een klap onweer bij zitten. Vanochtend temperaturen van 16, 17, misschien 18 graden. En vanmiddag komt daar amper meer wat bij. Dan is er af en toe zon vallen er buien en is het 15 tot 17 graden. De wind neemt wel flink toe. Langs de kust wordt die stormachtig windkracht 8 en er komen zware windstoten voor. In een smalle kuststrook van meer dan 100 km per uur landinwaarts 70 tot 90. Vanavond wordt het in het binnenland iets rustiger, vooral ook met de buien en liggen de temperaturen rond 14 graden. Morgen dan een start met bewolking en wat regen. Die neerslag trekt naar het oosten weg en daarna breekt de zon van het westen uit af en toe door. In de ochtend nog een harde wind langs de kust, in de middag afnemend. Voor de dagen die volgen zien we langzaam dat de temperaturen in elk geval weer wat klimmen. Donderdag, met name, komen we boven de 20 graden uit. Vrijdag valt het misschien nog wat tegen, maar in het weekende ook weer ruime twintigers op de thermometers. Het is nog wat wisselvallig, met alle dagen kans op wat regen, maar soms ook zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.